De gecertificeerde recreatieoorden kunnen het hoofd niet meer boven water houden. De situatie begint van alle kanten te knellen, meent Susan Wong, vertegenwoordiger van de stuurgroep van de recreatieoorden van Para. Haar reactie is naar aanleiding van de nieuwe versoepelingsmaatregelen van het Outbreak Management Team van de regering, waar recreatieoorden nog steeds verboden zijn open te gaan. Andere sectoren die zijn opengesteld, natuurlijk met de COVID-maatregelen. Maar de recreatieorde, en dan moet ik erbij zeggen, de gecertificeerde recreatieorde, die helemaal alles al ready hebben, al sinds een aantal maanden terug, sinds september eigenlijk vorig jaar, hebben wij alles al ready. Wij hebben trainingen intern gegeven, de orde onderling. We zitten in een stuurgroep en die stuurgroep heeft ervoor gezorgd dat alle kleinere orden, alle kleine gecertificeerde orden, de trainingen hebben gehad. Ja. Maar we hebben op de 13e jongstleden hebben we een meeting gehad met de minister van Transport en Communicatie en Toerisme. En we hebben en de minister van Volksgezondheid was erbij en de DC van Para. We hebben onze misgenoegen geuit. Het was eigenlijk een hele positieve meeting hoor. Ze hadden ook heel veel begrip voor ons en ik ging ervan uit dat ze ook echt hun best hebben gedaan om te pleiten voor ons. Maar helaas lag het aan het OMT om ons open te stellen. Maar dat is dus niet gebeurd. Wong zegt dat zij niet snapt waarom de orden niet open mogen, ondanks alle protocollen in acht worden genomen en veiligheid geboden is. De orden zijn volgens Wong plekken waar het besmettingsgevaar minimaal is. De investeringen die de oordeigenaren hebben gedaan, worden niet terugverdiend met alle gevolgen van dien. Het is volgens Wong nu zo ver gekomen dat vele werknemers wegtrekken om elders hun dagelijks brood te kunnen verdienen.